Beste studenten, welkom bij deel 2 van Challenge 7. In deze video gaan we eens kijken hoe we het deel 2 van deze challenge kunnen bewerkstelligen. En dat gaat dat de werkstations niets mogen downloaden van internet. En we gaan ook nog kijken of we iets kunnen, of we een installatie kunnen blokkeren op het moment dat er op een andere manier de software op het werkstation is gekomen. Bijvoorbeeld via een ouderwetse cd of tegenwoordig een USB-stick of een externe harde schijf. Nou, hoe gaan we dat doen? Groep policies. Gaan we met server. En we gaan een aantal dingen regelen in deze video. Een bestandje van daarover staat bij jullie al in Teams. Ik zal hem even erbij pakken. Dit is het bestand dat jullie hebben. We gaan blokkeren van het gebruik van de browser Edge. En dit is eigenlijk de oude versie van Edge. Versie 4.0. Er is ook inmiddels een nieuwe variant uit. Die heeft een ander icoontje, zoals je ziet. En dat is versie 8.8. Of 88, zoals je wilt. Dan gaan we kijken of we het downloaden kunnen blokkeren van de oude Internet Explorer 11. Want ja, daar kunnen we wel mee het internet op. Maar de meeste sites werken daar niet meer mee. Dus dat wordt sowieso veel geblokkeerd. Maar dan zou je wel nog eventueel het kunnen downloaden. Dat willen we voorkomen in dit geval. En nogmaals, als je op een of andere manier dan toch aan software bent gekomen, gaan we ervoor zorgen, via een policy, dat je geen software mag installeren op je werkstation. Dus daar waar we in de eerste video gehad hebben over het mogelijk maken van de installatie via een group policy van software op een werkstation, gaan we in deze video eens kijken hoe we dat allemaal kunnen blokkeren. Nou, we gaan de group policies aanmaken. Via mijn group policy editor, ik had hem al openstaan. Nogmaals, via tools naar group policy management. In mijn geval staat het werkstation staat bij mij onder in de OU politie computers. Dus ik ga in mijn geval mijn group policy ook leggen op de container of de OU politie. Zit die in jouw geval op een andere OU-structuur, bijvoorbeeld bij het meldpunt, of een eigen verzonnen OU-structuur, dan moet je daar natuurlijk ook de group policy op leggen. Het wordt een computer policy, althans alle policies, alle vierde policies zijn computer policies. Dus het heeft te maken met de computer en niet met de gebruikers. Group policy objects, rechtermuisklik, een nieuwe group policy. Nou gaan we die noemen. Nou, en ik kijk gewoon naar het voorbeeld. Zoals ik hem al heb gemaakt, waar jullie al toegang toe hebben binnen Teams. Block Edge, en dan gaan we het hebben over versie 4.0. 40, whatever het is. Ik heb hem aangemaakt. Ik sleep hem nu naar de map, naar de OU-structuur politie, want daar hangt mijn PC dadelijk onder. We gaan hem natuurlijk editen hier. Ik heb gezegd, het is een computer policy, dus de user policy die blijft even weg. Waar gaat dat me dan naartoe? Policies, Windows settings, security settings, software restriction policies, een nieuwe software restriction policies, en dan bij additional rules. Rechtermuisklik, er staan er al twee, daar blijven we vanaf.
We gaan hier een nieuwe aanmaken. En dan maken we een nieuwe path rule, zoals dat chic heet. Ja, moeten we wel het pad aangeven, want dat gaan we doen. Nou, dat heb ik inmiddels gevonden op internet, waar dat ding staat. Want ook ik gebruik Google. En dan blijkt dat dat dingetje daar staat. En als we maar het pad weten van de applicatie, dan kunnen we niet alleen de browser disablen, maar we kunnen uiteraard elke applicatie disablen. Als we maar weten in welk pad dat die staat. En dan moet de gebruiker zo slim zijn om hem niet te kopiëren naar een ander pad, want dan werkt de policy niet meer. Maar dat wordt wel iets voor de meer ervarene gebruikers, voor de wat slimmere gebruikers binnen onze organisatie. En daar gaan we even als IT-administrator even niet van uit. Nou, security level is disallowed. Het mag niet gebeuren. Oké. Afsluiten. En deze policy zou nu moeten werken. Gaan we meteen even testen. Ik ga naar mijn werkstation. En deze policy gaat over deze blauwe Internet Explorer die je hier onderin ziet staan. En dan ga ik even naar settings. En als ik dan naar onder ga, dan zie je hier de versie. Versie 40. Want die andere browser, dat is een andere variant. Dat is hier bovenste. Dat is de nieuwe Edge browser. Dan gaan we de volgende stap naar kijken. Nou, zoals je ziet, ik kan deze browser openen. En ik kan uiteraard nu naar internet gaan en allemaal rare dingen downloaden. Wat ik als IT-administrator misschien wel niet wil. We hebben geen zin in ransomware en dergelijke. Dus we proberen dat te voorkomen. Ik heb een update en ik heb een groeppolicy aangemaakt. Die update. Flash op Force. We forceren weer alle policies die betrekking hebben op deze gebruiker en op dit werkstation. Die trekken we even vanaf de server naar dit werkstation toe. En omdat het een computerpolicy is, moeten we de machine even opnieuw opstarten. In theorie zou ik die GP-update niet nodig hebben gehad, omdat het een computerpolicy is. En zou ik alleen maar de PC opnieuw hoeven op te starten. Ga ik dadelijk eens gebruiken, ga ik eens kijken of dat werkt. Maar ik ben nou eenmaal gewend als IT-administrator om te testen met group policies, dat ik altijd op een werkstation eerst een GP-update spatie / force doe. Ik zal bij de volgende eens gaan kijken of ik die kan blokkeren. Of die policy laat uitvoeren zonder dat ik de GP-update doe, weten we dat ook meteen. Nou, ik heb hier linksonder de blauwe Edge browser geblokkeerd. En we gaan eens kijken wat hij doet. Ik ga hem proberen te starten. We krijgen een mooie melding. Hij is geblokt door jouw system administrator. En dat klopt, dat is namelijk precies wat die policy moet doen. Dus deze werkt. Mooie tijd om hier een screenshot van te maken. Zet er dan ook bij voor welke browser dit geldt. Er zijn namelijk meer internetbrowsers, zoals je ziet. Leg in je verslag goed vast om welke browser het hier gaat. We gaan die tweede browser gaan we nou ook even proberen te blokkeren. Dat is die tweede Edge variant. En daarvoor maak ik een nieuwe policy aan. Meneer, mag ik die ook bij die andere policy zetten? Want als ik hem toch aan het aanpassen ben, kan ik hem net zo goed voor beide Edge browsers blokkeren. Ja, dat kan. Ik doe persoonlijk altijd het liefste voor elke policy die ik implementeer, of voor elke setting die ik implementeer, maak ik altijd een nieuwe policy.
dan weet ik de mensen waar het over gaat. Dan kom ik later niet voor verrassingen te staan, vooral als mijn policies enorm beginnen op te lopen en ik dadelijk 20 of 30 policies heb, dan weet ik niet meer, ja, maar waar stond dat nou bij die? Ik hou het gewoon netjes overzichtelijk. Nou, dit is variant 8.8 of 88, zoals je wil. Dit is die nieuwe browser die gebaseerd is op de Chromium browser. Ook die ga ik op de map politie leggen. En die ga ik aanpassen en die zit natuurlijk ergens anders. Althans hier een andere setting. De policy op zich zit op precies dezelfde plek. Dus dat was onder policies. Windows settings. Security settings. Software restrictions. Nieuwe. New paththrough. Ik ga het pad blokkeren waar hij naartoe moet. Ja, en wat is dat pad dan? Nou, bij die vorige Edge browser is dat moeilijk te vinden waar die zich nou precies vindt. Dat kun je wel op internet vinden, maar op zich is dat een beetje moeilijk. Die tweede variant, die is een stuk makkelijker. Waarom? Ja, die was niet standaard uitgerold met Windows 10 en is die dus apart later bijgeïnstalleerd. En ja, komt die ergens in C-program files? Nog iets. Waar vind ik dat? Nou, op het moment dat ik zorg dat ik een snelkoppeling heb, en dan laat ik even aan jullie hoe je daar een snelkoppeling van maakt op je bureaublad. Mag je zelf uitzoeken. Maar als ik vervolgens naar de properties ga, of de eigenschappen, dan staat hier bij start in, dit is het pad waar in dit geval het bestandje msedge.exe zich vindt. Dat is de executable van deze browser. Maar het pad cprogramfiles x86 Microsoft Edge application, als ik deze nou eens blokkeer met die path rule, dan zeg ik alles wat vanuit dit pad gestart wordt, moet je blokkeren. Dat is eigenlijk wat ik namelijk ga doen. Nou, zodra ik een snelkoppeling heb, kan ik dat heel makkelijk vinden. En deze ga ik dus kopiëren. En die plak ik dadelijk in de policy. Paththrough. Paste. Haal ik alleen even voor de zekerheid die haakjes weg. Dat vind ik een beetje een rare ding. Ik weet niet of hij het met haakjes doet. Proberen dat zou ik zijn. C-program files x86 Microsoft Edge application. Dat hebben we net in de werkstation gezien. Daar staat dat ding. Nou, dat pad gaan we nu blokkeren met deze policy. Disallowed, daar blijft hij op staan. Oké. Okay. Nou, dat zou hem al moeten zijn. Terug naar onze werkstation. En ik ga nu eens even niet de gp-update/4 doen. Maar ik ga alleen deze machine opnieuw opstarten. Waarom? Ja, ik moet hem toch opnieuw opstarten omdat het een computerpolicy is. Bij een gebruikerspolicy kan ik nog wel eens zeggen, ik hoef alleen maar met de gebruiker uit te loggen. En met een andere gebruiker of dezelfde gebruiker opnieuw in te loggen, dan wordt die al effectief. In dit geval heb ik geen gp-update gedaan, heb ik alleen de machine gereboot. Laten we nog eens kijken of deze policy nu gaat werken. Als die überhaupt werkt. Nou, in dit geval heb ik deze Edge browser, de nieuwe variant, proberen te blokkeren. En zoals je ziet, ook deze wordt geblokkeerd. En ik heb nou geen gp-update/force gedaan op de machine. Ik heb alleen de machine herstart. Ook deze werkt. Nou, dat zijn de twee standaard browsers die we tegenwoordig vanuit Microsoft in ieder geval op onze Windows 10 hebben. Buiten de andere duizenden browservarianten zoals Opera of Google Chrome of Mozilla of weet ik wat.
Maar er zit er ook nog eentje verstopt in Windows. Dat is de derde variant. Die gebruiken we gelukkig niet meer zo vaak. Maar hij zit er nog steeds in. Nou, waar vind ik die? Als ik hier in de zoekbalk Internet Explorer wil intypen, IE, dan komt nog zo'n oude tevoorschijn. De oude Internet Explorer. Bij de meeste websites wordt deze al genegeerd en kan ik al bijna niks meer doen. Dan krijg je al de melding, ja, deze browser wordt niet meer ondersteund onder installeren maar een andere browser. Maar met deze browser kan ik nog steeds troep downloaden van internet. En dat is nou net hetgene wat we willen voorkomen. Dus ik ga voor deze browser alleen eens even, waarom? Nou ja, die optie bestaat daar. Alleen het downloaden blokkeren in deze browser. En voor de rest laat ik die browser even met rust. Ik zou hem natuurlijk ook volledig kunnen blokkeren. Maar goed, ik laat even een andere manier zien waarop dat ook zou kunnen. En dat gaan we nu eens even proberen. Nou, het is voor een group policy, dus ik ga terug naar mijn access, naar mijn server toe. Nieuwe policy. Blok. IE downloads. Of zoiets. Het is maar een naampje. IE downloads, ook die ga ik in mijn geval op de politie leggen. Nogmaals, zit hij bij jou bij het meldpunt. Leg dan alle policies op de juiste OU-structuur. Blok IE downloads, edit. Ook dit is een computerpolicy. En die gaat naar Policies, Administrative Templates, Windows Components, Internet Explorer, Internet Control Panel, Security, Internet Zone. En dan staat hier ergens Allow File Downloads. Daar. Zoals je ziet, de settings staan allemaal niet allemaal op alfabetische volgorde. Mocht ik dat wel willen, omdat ik dan makkelijker kan zoeken, klik even een keer op setting boven. En je zult zien, ze staan nu opeens wel allemaal op alfabetische volgorde. Althans, de eerste letter van de zin. File downloads. Deze is, vind ik zelf een beetje verwarrend. Allow file downloads. Dat wil ik voorkomen. Dus ik zou zeggen, ja, dan zet ik die op disabled, want dan kan die geen files meer downloaden. Nee, zo werkt het helaas niet. Ik moet deze policy enabelen. En vervolgens moet ik hieronder bij allow file loads. Allow file downloads. Hier moet ik hem disabelen. Ja, het is nou eenmaal zo, ik kan er ook niks aan doen. Ik vind het zelf een beetje verwarrend. Er zit ook wel weer logica in, maar goed, gaat het niet over. Dat is alles wat we moeten doen. Oké. Policy is nu opgeslagen. Maar we gaan kijken of die het doet. Ik zal hem hier nog even starten, want op dit moment is die, als het goed is, nog niet actief. En ik laat even zien dat ik hier een toevallig 7 zet. Daar zijn we mee in de slag geweest in de vorige variant. De vorige video. Save. Nou, open folder. Ik heb hem in dit geval opgeslagen. De 7 zet MSI is in dit geval bij mij gelukt. Ik heb hem dus mooi kunnen downloaden. Ja, dat is net datgene wat ik niet wil. En ik ga weer geen GP-update doen. Ik ga gewoon mijn machine restarten. Was het nou toeval of nou, werkelijk zo? Ik heb geen idee. We gaan het zien.
Internet Explorer. Hij start uiteraard wel, want daar hebben we niks aan gedaan. Maar als het goed is, moeten we hem nou een melding krijgen als we hem willen downloaden. Your current security settings do not allow this file to be downloaded. Nou, dat is eigenlijk wat we wilden. Ja. Je zou eventueel wel nog die browser kunnen gebruiken nu. Maar je mag in ieder geval niks meer downloaden. Dat was het hele idee erachter. De laatste. Ja, maar wat als het me nou op een of andere manier wel gelukt is om zo'n MSI-file of zo'n executable-file op mijn werkstation te krijgen. Ha, bijvoorbeeld tegenwoordig USB-sticks, Dropbox-varianten. Allemaal mogelijkheden waarop we op een andere manier software op onze werkstation krijgen. Nou, daar hebben we ook een policy voor. En dat is de laatste die we in deze video gaan behandelen. En die noemen we blok software installation ongeacht hoe je op welke manier dan ook een executable of een MSI file op je werkstation hebt gekregen, je mag hem gewoon niet installeren. Ook die gaan we op de politie leggen. Ook dit is een computer policy. Block software installation, edit. En waar gaan we die vinden dan? Onder policies, administrative templates, Windows components, Windows installer, en dan staat hier in het midden Turn off Windows installer. En nogmaals, hiernaast staat een mooie beschrijving. Hè? Wat doet dat ding dan? Die gaan we weer enabelen. En in dit geval zeg ik altijd. Je mag gewoon niks installeren. Oké. Okay. En ook deze is nu actief. Nogmaals, het is een computer policy, dus computer restart. Nou, ik had net al, voordat die policy actief werd van zijn browser, had ik al een bestandje gedownload. En die staat inmiddels in mijn downloads op mijn machine. Maar, in een vorige video hadden we gezien, we kunnen ook nog steeds bij de share van de software. En als je daar maar de juiste domain local group, het juiste AGDLP principe hebt toegepast, dan zou je daar ook nog eventueel met een gebruiker bij kunnen. En dan zou je ook nog eens vanaf hier kunnen starten. Maakt in dit geval niets uit. In principe moet je deze melding hem geven. The system administrator has set policies to prevent this installation. Dus vier manieren waarop we, dat vier policies waarop we kunnen voorkomen dat mensen software downloaden en of installeren op hun eigen machine. Dit was het voor deze video. Ik wens je veel succes en ik zie je verslag graag tegemoet.